auto's en vrouwen, daar is niet zo gek veel verschil in. Hè? Het is namelijk zo dat je lijnen in auto's ziet die je ook terug kan vinden in mooie vrouwen. ...120 bolides in alle soorten en maten stonden zaterdagochtend klaar op het parkeerterrein van Hotel Eindhoven. Klaar voor de start van de Stars and Cars Rally. De opbrengst van deze rally, een geschatte €50.000, gaat naar de stichting ALS... ...die onderzoek doet naar de gelijknamige verlammende spierziekte. En wij rijden mee, ja? In wat voor auto? In een Jaguar MK2 uit 1959. En die trekt hier veel bekijks, denk ik, of niet? Die kans is groot, ja. Ja. Maar als ik zie wat hier nog meer staat, dan zijn we een gemiddelde auto, zeg maar. 55 jaar geleden heeft mijn vader deze auto gekocht. We zijn er zelf in getrouwd 10 jaar geleden. Mijn zusje vorige maand. En nu gaan we Stars and Cars rijden vandaag. Een prachtig evenement en super. Vanmorgen getrouwd? Vanmorgen getrouwd, ja. In Den Haag. En toen zijn we heel snel hier naartoe gereden. En de huwelijksreis gaat naar Maastricht? Nee, is nog geheim. Maar vandaag zijn we hier nog even bij. Ja, dus misschien dat we onderweg al vertrekken naar de huwelijksreis. Maar we hopen vanavond nog op het feestje te zijn. We hebben ons laten inspireren door de laatste film van James Bond, Quantum of Solace. In de openingsscène rijdt hij zijn auto helemaal kort. Nou, dat wilde ik niet doen. Maar ik wilde wel zorgen dat hij er zo uit zou zien als dat hij flink inderdaad in de poeier zit. En volgens mij is dat gelukt. Tussen al die exotische schoonheden als Ferraris, Aston Martins en Maseratis viel de Duitse degelijkheid van deze Opel Corsa meteen op. Is die technisch in goede staat? Ga je het redden? Natuurlijk, hartstikke. We gaan als eerste over de finish komen. Ja. Wat heeft jouw Corsa nou ten opzichte van al die andere mooie auto's? Gewoon stijl, klasse. Met name aanzien. Aanzien. Gewoon, wij zijn authentiek, de rest is allemaal nep. Samen hadden ze de grootste pret, de drie pitspoezen die de deelnemers wegvlagden. Nada van Nie moest halverwege stoppen met vlaggen, want zij reed ook mee. Daarna stonden wielrenster Leontien van Morsel en wethouder Miri Viers er alleen voor. Ik weet niet, als we een leuke auto zien, springen we er misschien bij. Ja, die stok is zwaar hoor, dan geef hem over, dan mag jij het even overnemen. Het is een zware klus dit hoor. We hebben vanavond spierpijn in onze armen. Volgens mij ben je nog niet eens op de helft, je moet nog zo lang leven. Oh. Ja, maar ja, nogmaals, het is voor een goed doel. Dus we doen dit met heel veel plezier, toch? Ja, absoluut. Ja.